Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Grand Colosseum serie met Nando. Lekkering. Zeker lekkering, we zijn aan het momento hè, want ja, we hebben XP'tjes nodig. Ja, en dat is heel erg belangrijk. Ik heb trouwens gevonden wanneer de volgende Community Day is. Oké. Volgende week zondag. Oké, en wat is het? Wooper Community Day met geïntroduceerd. Paldean Wooper? Paldean Wooper en Clotsire. Nice, dat vind ik leuk. Ja, dat is wel pijnlijk. Alleen ga je het vergeten dat het is. Nee, je merkt het wel als je de game opstart. Maar ja, meestal maar drie uur. Dus we hebben geluk nodig. Dat is waar. Dat is dan weer scheisse. Maar als je al Wooper Candy en zo hebt, dan kan je hem heel makkelijk evolven. Dat is waar. Oeh, Poison Jab. Wie heeft de Oh, Blaziken. Nee, dat gaan we niet doen, hè? Nee. Kijk, ik zit nu ook te kijken voor GoFest. Maar ik bedenk me nu, al die GoFests zijn zowat alleen maar op locatie. Ja. En ze zijn meestal alleen maar in de zomer. Moonblast. Oeh, die willen we wel. Ja, die zou ik leren. Voor Dazzling Gleam. Ja. Die Go Battle Day zuigen. Limited Research. Friendship. What the fuck? Zijn Friendship Days? Oh, dat was echt 2021. Mm. Dat zuigt. Oké, en wat is dit? Hatch Days, die hebben we al gehad. Dat was Azuriel. Die heb ik ook gemist. Ik heb echt heel veel dingen gemist. Cleavor, die heb ik niet gemist. Die was wel puik. Kijk, wat hebben we nog meer? Oddish Day, maar ja, ik heb al alle evoluties daarvan. Dus die is niet zo interessanting. Interessanting. Mm-hmm. Interessandering, dat is ook wel een goeie. Kijk, wat hebben we. Wacht, deden we de vorige keer geen speed-up? Oh ja, dat is mogelijk. Maat, hoe deden we het ook alweer? Er was een key voor. Ja, ik weet niet meer welke je hebt gedaan daarvoor. Het was iets in de instellingen of zo. Ja, volgens mij ook. Even kijken, wacht. Config. Jongen, die Battle Days zuigen, bro. Hoe doen we dit ook alweer? Help! Oh, hier. Snelheid. Oh. Helping. 200. Hey, dat klinkt beter. Voor het geluid iets minder, maar... Ja. Kijk, beter. Ik vind hem best wel een ziek klinken, hoor. Alleen moeten we met nieuwe moves even opletten. Ja. Oh, dit is goed. Ik ben blij dat ik daar nu aan denk. Ja, ik was dat eigenlijk helemaal vergeten. Nee. Okay. Chifri en Chifri. Even heintjes. Oh, ik kan niet wachten tot mijn deur hier is. Snap je. Nou ja, mijn deur klaar. Ik wilde ook met slot, maar dat werd dus niet gedaan. Waarom wel je met slot? Nou, dat er niemand zomaar mijn kamer in kan komen, want dat gebeurt nog echt te vaak. Vind ik. Okay. Bijvoorbeeld is het weekend en dan zit ik gewoon iets te kijken of wat dan ook. Of ik ben aan het gamen en dat wordt dan wel wat later. Maar ja, ik ben 27, dus ik ben verantwoordelijk voor mezelf. En dan moet er alsnog iemand naar binnen komen om te zeggen van, ga slapen. Ja, precies. Bro, laat me met rust. Gisteren ook alweer was ik met Paddy in de call en het was iets van 10 uur of zo. Of tegen 10 uur aan. Mm-hmm. Moeder ineens, moet jij niet morgen naar werk? Kijk er heel strak aan. Bruh. Ja. En ik moet elke dag werken, maar ik ga altijd pas 12 uur naar bed, hoor. Ja, maar nou ja, het voordeel is, jij woont op jezelf. Dus je hebt ook niemand die zomaar je huis inkomt. Nu moet ik zeggen, toen ik nog bij mijn vader woonde, die gaf ook echt geen shit, hoor. Nee, die zei, doe lekker wat je zelf wil. Ja, die van mij, die willen gewoon, nou ja, I don't know. Ze zijn enigszins voorzichtig met me. Mm-hmm. Maar aan de andere kant moet ik gewoon doen wat zij willen. Ja. Dus het wordt eigenlijk tijd dat ik een eigen huis krijg. Een plek onder de zon. Ja, maar echt.
Maar ja. Nando, wanneer komt de jacuzzi? Ja, dat gaat nog wel duren. Dus, wegens privéomstandigheden die zich... kijk, volgens mij dat heeft plaatsgevonden van het weekend of zo. Mm-hmm. Wil ik niet echt in opname over spreken, maar... Ik kan me eens voorstellen, ja. Maar ja, daardoor zal er voorlopig geen jacuzzi komen. Oh, oké. Okay. Maar de jacuzzi staat nog in het andere huis. Alleen het nadeel is, wat ik hoorde was dat het zwembad lek was of wat dan ook. Oeh. Dus ik weet niet, want ze zeiden dat hij langzaam aan het leeglopen was. Ja. Maar dan weet ik niet of ze bedoelen van dat ze gewoon zelf het water aan het leeglopen zijn. Of dat er een lek of wat dan ook is. Maar goed, dat is hier en daar. Maar ja, dat zegt wel een beetje. Ja, hij is niet anders. Ik wil. Het komt nog wel. Mm-hmm. Uiteindelijk komt die jacuzzi wel. Ik moet wel zeggen dat een andere groep vrienden van mij wel even voorrang hebben om in de jacuzzi te gaan, want die zijn er uiteindelijk niet in geweest. Hey, is dat mijn probleem? Nee. Nou, ja. Nee. Het is niet jouw probleem. Het is meer zo van. Een van die gasten die had zijn. Been verbrijzeld of gebroken. Oeh, dat klinkt zeer pijnlijk. Ja, dus, maar die is nu lekker aan het revalideren en het gaat al wat beter. Dus Krijgt hij ook de revalidering? Ja, hij kreeg de revalidering. Oké. Okay. En ja, ik heb al een hele lange tijd eigenlijk niks meer met hem kunnen afspreken. Dus dat denk ik wel binnenkort. Dat lijkt me een goed planning. Ja, zeker. Ing. Volgend jaar bij Black and White 3, dan wordt het weer een partying. Ja, dan, ik weet niet of Black and White 3 wordt, maar het wordt niet. Ja, hier... er zijn geluiden van die Riddlers en zo, maar weet je, ik altijd met de korreltje zout, maar toch. Oké. Nou ja, ik zie dit vanzelf wel. Heb je van Riddler Koe gehoord? Riddler Koe? Ja, die... Is toch een of andere leaker of zo? Ja. Riddler Koe. Ik weet niet meer of dat die vertrouwbare was. Oh nee, dat is die het heel vaak goed heeft, zeg maar. Oké, dat is degene die betrouwbaar is, maar je had dan ook... Hoe heet die gast? Pokémon Centro of zo? Ja, Centro, ja. En die is niet echt betrouwbaar. Nee, die is niet betrouwbaar. Klopt. Nee, Riddler Koe en Anubis, dat zijn... wel betrouwbaar. En die had het over Black and White 3, dus. Ah, oké. Okay. Oh, bijzonder. Ik google hem en ik zie een Reddit-post van iemand. Riddler Koe hits at Peach Pokémon Full Potential. En dan zie je een foto van een Digimon. What the fuck? Oké, nou ja. Maar wat was er dan met een Peach Pokémon? Ik denk dat het een grapje is. Misschien was dat... werd daar... Oh, wat is dit? Pokémon Leaks. Oh, Ruffle Rowlet. Maar dit is van 2022. Oeh, Blissey! Nu al? Ja. Yeah. What the frick? Dat betekent veel experience. Kijk, dit is wat we nodig hebben. Oh boy. Hoeveel, that's what hoeveel. We've been waiting for. Oeh, nice, 600. Nice! Kut. Wacht, 600 maar? Ja, dat is meer dan wat ik net allemaal kreeg. Ja, oké, dat wel, maar... Dat valt wel een beetje tegen. Misschien als ze straks hoger level zijn, dan... Ja, dat klopt. Dat zal het waarschijnlijk wel wat meer. Nou ja, en je moet tegen 6 of 10 trainers met dit ding, dus... Dat bedoel ik. Confuse rijden, nee. Dus je krijgt iets van 1800, 1900 experience per battle. Zoiets. Nou, dat dan keer 10. Dus je krijgt... ja, en sommigen hebben ook meer dan 2, hè? Ja, ik telde al 3. Ik telde al 3. Of zijn er sommigen dan met 2? Sommigen ook met 2 en sommigen met 4. Oh, dus het verschilt een beetje. Ja. Kijk, deze heeft er 4. Ah, kijk. Dat is nice. Tel uit je winst. It's nicing on the cake.
Ja, legering. Ik moet nog een plek gaan vinden voor mijn lege flessen, want nu doe ik het heb ik het in twee tassen gedaan, maar die zitten al helemaal vol. Dan moet je gewoon naar de supermarkt en inlevering. Ja, maar ik heb nog zoveel flessen om op te drinken. Mm. Kijk, ik heb er hier nog in een kratje 6 staan. Dan heb ik nog 2 Coca-Cola. Dan heb ik nog, volgens mij, 6 op de grond staan voor mijn koelkast. En ik heb er nog 4 in de koelkast zelf. Wow. Ik heb heel veel. Ja, ik had volgens mij voor de verhuizing had ik nog heel snel wat gehaald. Aangezien het weer in de aanbieding was bij de Appie. Oké, okay, nice. En als ik aanbieding bij de Appie zie, dan is het snelling. Snelling. Maar goed, ik denk dat ik de volgende keer wel gewoon die lege flessen ga meenemen. Want, ik ga morgen weer eens wat treetjes Monstro halen. Oh, lekkering. Je ging daarvoor naar Duitsland, toch? Of? Nee. Je hebt gewoon Ingro? Die winkels. Nee, ook niet. Oh. Nee, je hebt gewoon van die, hoe heet die, family discounters. Die zitten op meerdere plekken in het land. Daar kan je gewoon allemaal treetjes kopen. Family discounter? Mm-hmm. Ik ken dat niet. Wacht, let me google that. Van alles heeft die blikjes. Is dat ook wat Paddy zijn blikjes altijd haalde? Geen idee wat Paddy zijn blikjes haalt. Wij maken frisdrank goedkoper. Blikjes 3, 24 vanaf 11 euro. Is dat niet duur voor... Nee, het is altijd goedkoper dan in de supermarkt. Oké, bijzonder. En Monster, daar betaal je 15 euro voor 12. En dat is ongeveer even duur als je in de supermarkt kan kopen, maar je kan het bijna nergens meer kopen. Ja, boosten allemaal uit de schappen natuurlijk. Ja, en nu bij mijn Jumbo toevallig wel, omdat het een franchiser is en die verkoopt gewoon wat hij wil, zeg maar. Dat zuigt. Nee, juist goed, want hij verkoopt het wel. Oh, nee, never mind dan. Maar omdat ik altijd treetjes koop ik dat nooit in de supermarkt. Maar bij hem kan het dus wel, omdat het een franchiser is. Ja. Ik zie ook dat ze Pepsi Max Lime hebben. En ja, ze hebben ook allemaal Amerikaanse dranken en zo. Holy damn. Ja, ik vond het altijd duidelijk. Want die had echt drankjes met allerlei smaken. Vooral als het ging om, zeg maar, die Fanta en Coca-Cola. Ja, hoe heet het? Je hebt ook Dr. Pepper Cream Soda. Die is ook zo lekker. En ik had laatst Dr. Pepper Strawberry Cream Soda. Oh, die is zo lekker. Terwijl ik vind normale Dr. Pepper helemaal niet lekker. Nee, ik vind Dr. Pepper, dat ruikt wel heel erg lekker. Maar het is een beetje medicinaal. Ja. Ze gebruiken voornamelijk gewoon die geuren van... wat is dit? Art Through the Ages, 2023. Wat is dit dan? In Parijs. Oh, dat is augmented reality. Of niet? Wacht. Shopping center, special event was held and offers timed research to get party at Pikachu. Oh, en daar zat Ditto in. Wauw. Ik wil een Ditto. Gewoon eentje. Je moet in Parijs wonen, Frankrijk. En dan een ticket halen en dan kan je Ditto vangen. Dat gaan we niet doen. Ja, anders moeten we... Ah nee, wacht, ruilen, dat telt niet, want je moet het echt vangen. Ja, je moet het vangen. Ja, dat is... Catch Ditto. Dat is echt heel cool. Die staat zo lang open al. Oh, en nu ik toch de master van Pokémon Go hier bij me heb. Ik heb daar nog een vraagje over. Ja. Is het zo dat je sommige mythical questen pas krijgt als je de andere mythical quest hebt gehaald? Zo, daar vraag je me iets. Weet je waarom ik dat vraag? Nou? Ik heb een collega, dat is een vrouw van in de 50 en die speelt ook Pokémon Go. Ja. En die heeft had een Victini quest, maar die quest heb ik nooit gedaan, zeg maar, want dat kan je zien. Uh-huh. Alleen ik heb die quest ook niet, maar ik heb even online gekeken en het was niet super duidelijk, maar ik kreeg een beetje het gevoel dat je de eerste quest serie moet afmaken, zeg maar, voordat je de volgende dan unlockt, zeg maar. Ik weet niet zeker, want ik want was ik ben nu al... volgens mij die, met die slumber bezig, want dat is denk ik Jirachi. A Thousand Year Slumber? Ja. Ja, dat is Jirachi. Ja, en ik denk dat ik na Jirachi pas de volgende unlock, zeg maar. Ah, dat zou zomaar eens kunnen zijn. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Maar ik vond het zo raar, want ik heb die hele questline niet.
Ik denk dat je dat dan daarna unlockt. Want je hebt Celebi en Mew al, toch? Ja, Celebi en Mew al. Ja, ik denk het dat het dan is. Maar goed, bij welke stap ben jij nu dan? Weet je dat? Nou, ik ben toevallig eindelijk sinds vandaag verder. Omdat ik moest 5 raids doen, maar ik doe nooit raids. Ja, dat toevallig had ik net een 1 sterren raid bij mijn werk, zeg maar. Kijk. Die heb ik even snel gedaan. Dus nu ben ik weer verder. Nu moet ik alleen 7 dagen achter elkaar een Pokémon vangen. En 3 excellent throws, maar die had ik net al 1, dus die heb ik zo. Ah, je bent dus bij stap 6. Ja. Oké. Okay. Nou ja, excellent throws, dat is waar. Je moet gewoon een grote mond vinden. Dan, ja, excellent throws is ook niet super moeilijk. Of eentje die gewoon stil staat, zeg maar. Dat kan ook, natuurlijk. Ja. Je moet geen Zubat hebben, die is een kut. Nee, die moet je niet. En Gastly. Ja, Gastly, ja, Gastly kan ook vervelend zijn. Die kan ook inderdaad heel vervelend zijn. Ik zit nu te scrollen in. Oeh, high horsepower voor. Hey, horse. Volgens mij. Oh, het is gewoon een flinke attack. Ja, dan is Earthquake beter. Ja, want Earthquake raakt alles en het is 100% accurate en het is 100% damage. High horsepower is meer voor singles. Ja, precies. Kijk. Nou, ze hebben inderdaad wel behoorlijk wat dingetjes in stok. In hun assortiment, die family discounter. Ja, ze hebben altijd fucking veel. Kijk. Vestigingen. Nee, Breda. Eindhoven. Ah, het zit voornamelijk in het zuiden. Ah, oké. Okay. Ja, ik ga dat naar Uden. Ja, ik zie hem ook in Uden inderdaad staan. Ja, dat zit niet bij mij in de buurt in ieder geval. Ah, sad. Dan begrijp ik waarom ik er nog nooit van heb gehoord. Mm-hmm. Ik zag ook dat je nu bent begonnen met Mario Wonder aan het uploaden. Ja, klopt. Wat vind je er tot nu toe van? Ik heb elke keer zin om verder te gaan. Alleen elke keer, ik heb gewoon geen tijd. En dit heeft echt prioriteit. Want deze video moet dinsdag online, zeg maar. Oh, dus, shit. Of nou, deze video die we nu aan het opnemen zijn. Wat is dit de tweede? De tweede, hè? Ja, dit is voor vrijdag. Volgende week vrijdag. Dan zijn we nog goed bezig. Het is maar goed dat het voor ons beiden nu goed uitkwam. En dat ja, precies. Daar ben ik ook wel blij mee. Ik had stiekem gehoopt om vandaag af te maken, maar dat zie ik niet zo heel goed meer gebeuren. Dat wordt wel lastig. Vooral maar in ieder geval genoeg afleveringen dat we weer eventjes vooruit kunnen. Ja, exact. En dan kunnen we weer even verder kijken. Want hierna gingen we een surprise egg cage lock doen, toch? Ja, klopt. Want je kan surprise egg traden, dat je ook altijd een ei terugkrijgt. Is dat zo? Nee, dat was de vraag, want anders kunnen we geen egg doen. Nee, volgens mij was het gewoon een surprise wonderlock. Oh, waarom heb ik die egg er dan in gedaan? Kijken. Oh. Nee, surprise case lock is het dan gewoon. Ja. Dat heeft het niks met dingen te maken. Oké, okay, dan weet niet eens, moet ik even gewoon een nieuwe maken. Ja, ik ga voor de zekerheid googlen. Ja. Misschien is er was dat wel een game waar dat kon, hoor. Ja? Ja, dat je alleen eitjes kon traden volgens mij. Pokémon Scarlet Wonder Trade Only X. Until get underrated. Can you trade X in Wonder Trade? Ja, dat kan, dat weet ik zeker, dat heb ik al eens gedaan. Tenminste, in Sword and Shield heb ik het gedaan. Nog niet in Scarlet of Violet. Toen deed ik met A-Drive altijd mee met Surprise X Sunday. En dan ging de hele community, zeg maar, eitjes ruilen met elkaar. Ah, dat is wel leuk. Ja. Even kijken hoor, Pokémon X. Oh, maar er staat hier untradable Pokémon, Pokémon X. Oh, wacht, dan we noemden het dat Surprise Egg. Alleen met zijn community ging je natuurlijk gewoon met de trade code en niet met Surprise Trade. Dus dat kan natuurlijk allemaal niet. Nee. Oké, dus we doen gewoon een Surprise Cage Lock dan. Ja. Leuk. Ook leuk. Ook leuk. Nou ja, ei was nog leuker, maar. Ja. Het voordeel van een ei is dat het meteen een laag level is.
Dat is waar. Dat, we moeten nog even goed bedenken hoe we dat gaan doen als we een hoog level... Ja, dan gewoon doorruilen totdat je Pokémon hebt onder een bepaald level of zo. Volgens mij hadden we dat toen ook al besproken. Ja. En anders dan... ja, ik weet niet of we een derde persoon kunnen gebruiken die dan gewoon shit gaat wonder treden. En ja, dan maar je kan alleen niet wonder treden met een specifieke persoon. Een surprise trade is altijd random. Nee, maar gewoon dat we bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè. We vragen Jordi om 12 boxen wonder trade shit te maken. Dat gaat hij wonder traden en wat hij dan krijgt, daar gaat hij dan eitjes van maken. Ja, nee, gaan we hem niet aandoen. Dat gaan we hem niet aandoen. Ik hoop dat Jordi in de comments nu gaat neerzetten. Ah, dat had ik wel voor jullie gedaan, hoor. Maar dan had Mando dit moeten doen. Ik denk dat hij dat gaat zeggen. Nu zeker, omdat je dit gezegd hebt. Jazeker. Ja, of juist niet, hè. Je weet het is altijd doordenken bij Jordi, hè. Ja, dan denk je van, oh, dan gaat hij dat doen en dan doet hij dat gewoon niet. En dan zegt hij, oh nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Zoek lekker uit. We gaan het zien. En we gaan ook zien wat de volgende mons zijn. Nadat we even een party switch hebben gedaan. Even de XP share aan iemand anders. Nee. Had jij dat ook gezien dat er nu een Five Nights at Freddy film is? Nee, ik kijk sowieso geen horror en ik heb niks met Five Nights at Freddy's. Ik vond dat heel erg bijzonder, want ik had dat... Oh, zijn dit gewoon battles? Uh-oh. Nou, misschien dat ze Memento doen. Ik zou voor de zekerheid wel gewoon aanvallen. Oké. Volgens mij had ik weer internetproblemen. Oh. Nou... Ze vechten gewoon. Kutzooi. Oh, maar dan kan je gewoon elke keer die Blissey fights opnieuw doen, toch? Ja. Dan moet je gewoon teruggaan steeds. Ik denk dat dat het verstandigste is. Ja. Oh, dus gaat dit nog langer duren. Nice. Maar dan vond de maker dus waarschijnlijk... het onzin om de eerste 50 fights dan met goede mons te doen. Precies. En dan alleen echt het einde. Vandaar dat het nu blissies waren. Ah. Dat verklaart het. Oh, dit is wel leuk. Kijken. Het is in een Discord kanaal voor trofeehunten voor PlayStation. Doe ze een eigen Game of the Year ding. En dan kan je met je PlayStation account kan je dan stemmen op bepaalde categorieën. Oh, grappig. Dat is wel leuk. Ik heb niet zoveel recentelijke games gespeeld. Ik heb denk ik alleen maar Mirage dit jaar gespeeld. Assassin's Creed. Maar die heb ik niet eens uitgespeeld. Dus ik ben pas ergens bij het begin of zo. Het zijn allemaal oude games. Maar je kan... Wat is Game of the Year, zei je, hè? Ja. How about Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Ja, maar ik denk dat het PlayStation only is. Oh ja, tuurlijk. Dus ik kan wel even kijken wat er allemaal in staat. Categorie. Oh, het is open. Dus je kan gewoon alles invullen wat je wil. Game of the Year. Ja, misschien als Spider-Man 2 of zo. Moet even googlen. PlayStation Games 2023. Hier, Coolblue.
Die heeft een hele ding, volgens mij. Oh, die houdt het alleen maar bij, maar die heeft niet. We moeten de Wikipedia-pagina vinden, Milan. Doe dat maar eens. Wikipedia. Publisher. Oh nee. De platform. Oh. Ik ben iets te ver gescrolld. Wacht, is het serieus? Oh, dit is alleen maar de games die 90 of van de 100 scoorden op Metacritic. Niet alle games. Iedereen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even zo'n duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Adios, amigos.